Yo. Yo, yo, ben je een beetje van de onderwereld dingen? Ik hou er wel van. Ik hou van geld verdienen, man. Hé, hey, meneer. Je gaat eraf, broer. Je gaat eraf. Niet leuk, doen. Hey. Wie zegt dat je mag komen? Waarom hebben jullie ruzie? No. Wie zegt dat je mag komen? No, dit lukt net toch? Maar wie zegt dat je mag komen? Maar dit lukt. Hey, G. Hey, luister dan. Wacht. Kom het met de vuist oplossen dan. 1-1. Oh, hell no. Hij is iemand in het oortje aan het roepen, bro. Ik heb hier geen zin in, hè, bro. Maakt mij niet uit. Maar ik heb hier geen zin in, hè. Ja, maar jij hebt er niks mee te maken, bro. Oké, maar wat wil je me vragen of vertellen? Ben je toevallig een beetje geïnteresseerd in drugs? In drugs? Drugs. Ah, ik ben alleen geïnteresseerd in geld, man, om eerlijk te zijn. Sla me nog eens als je man bent. Nee, voor. Sla me nog eens als je man bent dan. Sla mij. Kleine doggo. Hey, yo, maar bro, waarom zoek je ruzie met die man dan? Omdat hij mij slaat, bro. Hij slaat mij zo. Ik doe niks toch? No, je sloeg me net, bro. Niet leuk doen. NPC. Chappie. Loop door. Wat zei je? Loop. Jij hebt me gehoord. Je hoorde hem. Je hoorde precies wat hij zei. Hij zei Chappie. Je hoorde me. Aula de kibba. Hey, dit is een beetje Ajax. Welke versie was dat, broer? Ja, misschien is hij niet Marokkaans. Misschien niet. Hey, maar ik heb geen interesse in drugs. Ik heb interesse in geld, man, om eerlijk te zijn. Bro, je moet geld verdienen door drugs te verkopen, toch? Ja, dat klopt. Mensen kunnen je niet zomaar geld geven, toch? Misschien wel. Het is nu wel klaar voor je, dat weet je toch, hè? Wat kom je weer leuk doen? Nog niet bij hem. Ik heb niks gedaan, bro. Hé, maar broski met die lange haren, mag ik je wat vragen? Wacht even, ik ben bezig. Luister. Maar ik wil jou wat vragen, mag dat? Luister naar deze kant. Waarom ben je de hele tijd op chit-chat? Wat? Waarom ben je zeg maar de hele tijd op praten, maar voel je niks uit, zeg maar? Wat? Nou, dus als in, zeg maar, voel je niks uit. Als in, jij doet zeg maar de hele tijd dit. Je pakt... Best druk, snap je? Bro, je bent op praatje, zeg maar. Je wilt hem afmaken, maar je maakt hem niet af, zeg maar. Bro, ik kan mijn... Wil je er ook af? Wat is met jou, broer? Maar ik zeg je, wil je er ook af, of niet? Pa, trek je handen omhoog. Ik zeg je, trek je handen omhoog, broer. Zeg sorry nu. Sorry, maar goed, het is wel heel gevaarlijk als je het doet, man. Oké, moet ik je steken? Zeg sorry. No, hoeft niet, bro. Zeg sorry. Steek je koude hard, bro. Pa. Oh, de. I don't care, bro. Gee. Ik ben niet op praatjes, bro. Ik maak je af. Ja, bro. Ja, weet je wie ik ben, bro? Sorry. Weet je wie ik ben? Dans voor me. Dans voor me nu. Ai, bro. Dans. Ja, ey. Goed zo, kleine jongen. Yo, neef, mag ik alsjeblieft lift? Dankjewel, alsjeblieft. Rijd gewoon weg. Yo, neef, alles goed? Ja. SO naar jou, bro. Gewoon SO naar jou, man. Kan je me ergens bij een garage afzetten? Ja. Ja, kom. Hier gewoon bij een autogarage, als het kan. Ja, zeg maar. Gewoon bij een autogarage. Rij maar rechtdoor, hè. Het is nog wel een autogarage. Waar dan? Iets meer rechtdoor en dan derde rechts. Ja. Yo, neef. Ja? Sorry, man. Ik was een beetje druk. Wacht even, ik word ontvoerd. Kom hier. Broski. Handen omhoog. Handen. Ja, ik heb hem. Broski. Jij toch dat ik van je hou, bro? Drop je mij, chef. Bro, ik ga je steken. Kom hier. Bro, sorry. Ik zeg sorry. Drop je mij, Broski. Holla, luister. Alsjeblieft naar me. Alsjeblieft. Ja, luister. Ik ga niks doen. Luister, ik ga niks doen. Luister, nee, dansen, pa. Ja, hou mijn naam. Ik ga dansen. Jij hebt je knieën. Wacht even. Hey, G. Hey, get back, bro. Ga dansen. Ja, je hebt gelijk. Sukkel. Luister. Holla, ik zeg je eerlijk. Je bent soldaat. Wat is mijn naam? Zeg mijn naam eens. Jouw naam is Jibril. Goed zo, bro. Onthoud dat, ja. Hey Jibril, my guy. Je hebt gelijk, Jibril. Een sukkel. Ah, je bent ook te sukkel, man. Nee, laat die mens, ja. Ah, ja, zo, ik onthoud wie ik ben, pa. Ja, ik onthoud sowieso, bro. Jibril, mag je mensen houden, ja? Ja, dankjewel, bro. Je bent echt een soldaat, bro. Echt waar. Dankjewel, man, bro. Hey, broeder, maar mag ik nog wel een lift of niet? No, man. Ga je me echt zo doen, bro? Je hebt hem pakken mee. Ah, jammer, man. Wacht. Stap op. Dankjewel, man, bro. Dankjewel. Nek doet die zo raar, hè? Nee, zeker niet, bro. Bro, je hebt echt geluk, hè? Ik wou je Mattie net steken, bro. Je Mattie heeft geluk, niet ik. Lang geleden, G. Ah, waar wil je naartoe? Hoe doe je lang geleden? Wat zeg je allemaal? Ik weet niet, man. Autogarage als het kan, man. Nee, laten dansen en shit. Nee, maar gek worden of zo, ja. Ja, maar bro, jij hebt gedanst en ik heb gedanst. Niks aan de hand, toch? Ja, niks aan de hand. Daar mag je ook je mensen houden. Dankjewel. Maar pa, nu wil ik wel met je praten. Nu ben je wel interessant voor me, je weet toch? Ja. Maar jij hebt zelf niks, ja, Matties wel. Ik heb genoeg, pa. Maar wat heb jij? Ik kan niet veel praten, snap je? Oh, maar je kan me niet laten zien? Ja, bro. Kan je me niet laten zien? Nee, doe je zien. Wat jij hebt, gewoon mes, wapen, weet ik veel. Ik weet niet, deze boy praat met mij, hoor.
Zeg maar wat we willen doen, we kunnen het regelen, pa. Nee, laat me gewoon zien wat je hebt, gewoon. Al heb je een wapen of zo, laat me zien. Ik ga niks laten zien, ben je gek? Waarom niet? Ben je bang? Bang, ik bang. Nee, nee, ik maak een grapje, bro. Dank je wel voor het afzetten. Ik moet gaan eten in mijn hoofd, ja. Ja, doe je ding. Mag ik afstappen? Ik spreek jou nog, ja? Is goed, chef. Yo. Oké, nu moet ik mijn Mattie bellen. Hij heeft hem gevonden. Hij is de stad uit, bro. Ik ben met jou, broer. Yo, Navy. Ik heb jullie gevolgd, bro. Je laat het zomaar lijken, bro. Ah, ik was ontvoerd, bro. Bro, je hebt geluk dat je leeflokken aanstaat. Geluk. Bro, ik ben ontvoerd, man, bro. Hoe? Ja, ik kan het je wel uitleggen, maar je moet even naar een rustige plek. Dat is een rustige plek, zeker, man, bro. Hoe ben je zo heet in de stad? Als je even voor de ambulance. Bi, maak je geen zorgen, ik ben driver, oké. Okay, maar waar ga je helemaal heen? Oh, een rustige plek, Bi. Ja, dat kan gewoon in de steeg hier links, of zo. Ja, dat was ook de bedoeling. Broski, je moest eens weten, man. Wat is er gebeurd, bro? Er waren gewoon twee boys voor me aan het beefen. Ze maakten ruzie aan die dingen. En op een gegeven moment dacht ik... Zo, je hebt ook geen shirt aan. Bro, ik was geschoten, bro. Oké. Hoor. Dus die twee boys, ze maken ruzie met elkaar. Op een gegeven moment zeg ik tegen die ene van... Bro, je hebt alleen maar praatjes, bro. Je doet niks en zo. En dan zegt hij, moet jij ook eraf? Ik zeg, bro, tegen wie praat jij? Je weet toch, ik trek... Dit is weer die ego van jou, bro. Dus ik trek mijn mes, je weet toch? Ik zeg, bro, handen omhoog. En dan liet hem nog dansen en zo voor me, je weet toch? Wat gebeurt er? Ja, Zamati was in de buurt. Zo doe ik. Nadat ik hem heb overvallen, ren ik naar een random auto. Ik zeg, bro, kan je me een lift geven? Ik stap in. Hij rijdt weg. Ik zeg, breng me naar garage. Bro, hij brengt me niet naar garage. Dit was blijkbaar die Matty. Nee, setup. Dit was die Matty van hem. Bro, hij is dan die boy komt pull-up met die Matty. Ewa, ben ik onder schot gehouden, bro. En moest ik gaan dansen, man. Ewa, de... Ja. God, je... Nee. Ja, ik heb gedanst, bro. Maar ik heb mijn mesje nog. Wat? Nee, B. Wacht even. Die man die je net bracht. Heeft hij je laten dansen? Ja, die blauwe auto. Dat is echt insane, man, bro. Ah, maar normaal niet... zou ik zeggen getback, maar als je... Bro, maar je moet beseffen, die mes... Als je content ermee bent. Luister, die mes is misschien 60.000 euro waard, terwijl ik maar 120.000 op de bank heb. Weet je hoeveel die mes me waard is, bro? Ik heb deze gekocht, man. Wat heb je gekocht? Deze motor. Oh, de motor is hier, hè, bro? Ja, ik wijs er toch naar? Nou, je wijst eigenlijk naar mij. Oh, ik meen niet. Nee, dit oh, is... Oh, ja. Mooie motor, man. Maar, hoe heet deze? Wacht even, is dit de cliffhanger? Kan wel, man. Dit was de eerste die ik kon vinden. Ja, ik heb toevallig ook laatste motor gekocht, man. Cliffhanger. 35 douze of zo was het. Ja, dat zou wel kunnen kloppen. Ik had 99k, ik heb nu nog maar 64k. Hé, hey, precies dan, toch? Hé, hey, Enes, gaan we even bewegen? Hé, hey, Enes, laat die jongens auto, kom. Dat is Ivan Zawagi, bro. Ja, klopt. Oh, ja. Is dat Ivan Zawagi? Ja. Top, jongens. We gaan er weer vandoor, hè? Yo, hé. Hey, fijne avond. Fijne avond. Ik niet eentje gunnen. Erik. Ah, eindelijk. Tyfus. Even. Hebben jullie een betere auto nodig? Ja, waarom niet? Die staat wel bij, zeg maar, bij Cardi. Volg mij. Kan wel, maar ik weet niet. Blauwe garage was dit volgens mij. Of lijkt dat erop? Nee, lijkt erop. Nee, dat is toch totaal niet blauwe garage. Dat was best ziek uit. Zo, hij loest me koulo hard. Deze buggy rijdt ook niet goed te houden. Dit is wel echt zo'n Ivan-auto, man. Ja. Oh, hij staat in mijn garage. Hij staat hierboven. Kort gebeld. Hey, Ivan! Hoe swipe je zo, mijn waggie? Paga, FaceTime, sinds wanneer bestaat dit? Dat is al een lange tijd, bro. Maar waarom heb je mijn auto gestolen? Ik heb hem niet gestolen, bro. Ik kom je zo ophalen. Dat is goed, ik wacht hier, ja. Is goed. Zeg tegen hem, we pakken 4 personen. Pakken 4 personen. Oh, sinds wanneer kan je FaceTime? Roosje is net als jou, hou ik meteen op. waar is die auto? Waar is die man in? Ik denk dat dit hem is. Oeh. Is het 4 persoons? Nee, man, hij is 2. Lauw, man, thanks voor de upgrade. Hij mag wel even. Ja, laat hem maar gewoon echt staan. Nobody cares. Enes, gedraag je, bro. Ivan heeft al een auto. Ja, dat is inderdaad. Daarbij gaan we mee. Race rechtdoor, race rechtdoor! Terug, links. Die witte motor. Ja, wat is dat? Wat? Laat me. Wakka car dealer. Wakka badder. Oh, boys. Wakka badder, alles goed? Ja, met jou. Ja, gaat goed, man. Lang geleden. Lang geleden? Ken je me niet meer? Nee. Wat ben je vergeten toen we samen die bankoverval deden? Bro, je hebt nog dezelfde tas van waar je al het geld in deed. Ik ben politie, man. Wat? Kijk, daar is mijn collega. Je bent geen politie. Oh, je laat het lijken. Je maakt grapjes. Oké. En wat? Is dat Ivan? Yo. En wat zijn we hier aan het doen op deze server? Op deze server? Waar heeft server, het over als ik vraag mag? Stad. In deze stad, wat zullen jullie hier aan het doen? Ja, gewoon met mensen aan het praten, gewoon lekker sociaal aan het doen. Gewoon leven of zo? Wat doe jij hier, bro? Dat is echt een vage vraag, man. Ja, maar wat doe ik hier? Ik doe hier... Ja, niks. Maak iets van je leven.
Nee, even, ik ben wel geïnteresseerd. Wat doe jij in de stad? Niet dat zeggen. Ik doe hele grote dingen. Hele grote dingen? Ik hou van grote dingen. Wat? Hey, yo, pause! Hey, wat? Pause. Resume. Is dat de reden dat je zo'n grote neus hebt? Hey, Ivan. Dan moet jij even kijken. Nee, maar even serieus. Wat voor grote dingen doe je? Ik zit momenteel een beetje in de onderwereld, man. In de onderwereld? Hey, ik hoor dat wel van veel mensen. Ja, dat zou wel goed kunnen. En wat doe je in de onderwereld, als je vraag mag? Ja, wat niet. Wat de fuck? Hé hey bro, laten we even zakelijk zijn bro. Ben je een grote speler of ben je klein speler? Een hele grote speler. Ja, ben je een hele grote speler? Maar ik denk bro, dat trek even een gekke buggy eruit bro. Laten we even op een andere locatie praten man. Er zijn te veel ogen hier. Waar is die? Bro, waarom? Overal waar ik ben, zijn er ineens kapot veel mensen. Oh, dit ballen? Ik ga daar spannen. Daar, je was me voor. Wil te rijden? Nog voorkeur of? Nee, niet hem laten rijden. Rij jij gewoon. Nee. Oh, hell no. Ik weet het niet. Hey, je hebt geen engine. Jij kan sowieso niet rijden. Nee, natuurlijk niet. Hij is natuurlijk niet. Even naar een plek waar niemand kan komen. Ja, gewoon liefst wel gewoon dichtbij, een beetje. Maar niet, dit is iets te dichtbij. Hier kan je nog die takje krijgen met: ja, man, hier kom ik vaker. Ja, maar ga naar een plek waar niemand zou komen, maar wel zou komen, als je begrijpt. Oh, ik hoor je precies, man. Ik denk hier links zou eigenlijk al goed geweest zijn. Nee. Hier naar links. Nee, want dan ga je horen: ja, maar ik moest naar Benny's. Nee, daar zit nu Tune Shop, dus dat is niet handig. Oké, hier rechts, gewoon in dit hoekje. Juist, hier komt niemand, bro. Het is wel. Misschien moet er even op het dak staan ofzo. Ja, pak die ladder. Hoe fuck is dit achter stuur? Stap uit. Ja, ik wil uitstappen. Hey, boys. Hey, laten we hier even een beetje in het midden, want anders horen ze ons. En laten we even gewoon even zitten. En gewoon op wispen. Even fluisteren. Dus maat, hoe heet je? Mijn naam is Pietje, man. Pietje? Ja. Spietje, hoe lang ben je al in de stad? Ik denk, ik heb eigenlijk niet echt een idee. Halfjaartje, jaartje. Iets langer, iets minder kort dan een jaartje. Oké, en wat heb je tot nu toe al bereikt in de stad? Waar ben je het meest trots op? Op mijn bank, man. Op je bank? Welke, de bank in je kamer of de bankrekening? Nee, dan wel echt mijn bankrekening. Vertel. Hoe komt dat? Gewoon goed zijn in het spelletje. Goed zijn in het leven. Ja, het spelletje van bro, ik denk deze man neemt het niet zo serieus of zo, man. Nee, je houdt wel van spelen en zo. Ja. Kinderachtig nog, zeg maar. Beetje kinderachtig. Bro, praat bedragen. Je praat over een bank. Wat staat er op je rekening? Nu een kleine 13,4 miljoen. Je maakt grapjes. Ik maak geen grapjes. Ben je bloedserieus met ons? Ja. Oké, interessant. Hoeveel? 13, dat betekent sowieso je bent werker. 13, ja, 13M. Nee, ik ben deel dat eens even door 4? Wat zeg je? ik ben een beetje mijn pensioen nu. Met 13M, hè? Dat betekent pensioengeld. Dat doet me denken aan een beetje, je weet toch, gewoon Balieman, gewoon de paai of zo. Nou, dat is heel veel meer, bro. Maar dit is wel Balieman niveau, ik hoor je. Balieman pap. Ja, denk je dat de paai meer dan 13M op zijn rek heeft? Ja, wat? Heb je gezien wat die man beheert, bro? Ik betwijfel wel, man, ik zeg je eerlijk. Bro. 13M is bro, weet je wat zijn transferprijs is, bro? Bro, maar zijn transferprijs gaat naar de club en je Rio. Ja, maar sommige mensen hebben zeg maar een. Het gaat om salaris, fee, zeg maar. Het gaat om salaris. Salaris, die mannen maken. Kreeg 180 miljoen aan tekenbonus, bro. Wat bedoel je? Ja, maar dat is MOP, bro. We praten over de pijn, bro. Is klein geld. 13M op rekening, los van Osso en auto's en zo. Tekengeld gaat meer zijn dan hij ooit verdient gaat bij Real Madrid. Kijkers, wat denken jullie? We praten hier over natuurlijk hele grote bedragen. 13 miljoen is niet niks. Staat dat wel veilig op jouw bankrekening? Ja. Ja, en anders. Er zijn zeg maar ook mogelijkheden om je geld te investeren. Je kan het beleggen bij een van onze rekeningen. En dan zorgen wij voor een 2% winst per jaar of zo op basis. 5. Dat is niet veel. 5%. Nee, maar 5% op 13M is veel hoor. Oh. En je hoeft er niks voor te doen, hè? Passief. Dat is sowieso. Ja, maar 13M? Luister bro. Zeg maar, welke bank is het, zeg maar? Grote bank, kleine bank? Het is de grote bank natuurlijk. De grote bank. Oké. Ik moet ergens mijn centen kwijt. Hè? Ja, ik begrijp je volledig. Maar nu de echte vraag. Hoe kom je aan die 13 miljoen? Ja, een beetje illegale dingen doen met... specifieker. Kijk, weet je wat het is? We staan nu ergens op een dak. Niemand kent ons, niemand ziet ons, niemand hoort ons. Nu kan je gewoon vrij spreken, maat. Zeg gewoon eerlijk, bro. Doe je mensen vermoorden? Heb je kleine kinderen opgelicht? Verkoop je drugs? Zeg het gewoon.
Nee, ik doe niks met drugs tegenwoordig, man. En wiet? Tegenwoordig. Hij zit in de wapens. Nee. Tegenwoordig. In die 13M, in hoeveel maanden is dat gemaakt? Of jaren? Maar dat heb ik niet eens in de onderwereld gemaakt. Huh? Oh, dus vind je het hele verhaal om? Nou, maar wacht even. Dit is wel interessant wat hij zegt. Je hebt 13M gemaakt, maar niet met de onderwereld. Hoe kom je daar dan aan? Ik heb heel lang mijn eigen car dealer gehad. Oh, maar wacht even. Oh. Heb je een RSS te kopen of toevallig? Want ik zoek er een. Helaas niet. Maar heb je die car dealer nog of is die niet meer veel? Nee, die car dealer is niet meer van mij, want nu doe ik de onderwereld. Van wie is die car dealer nu? Hoeveel heb je gemaakt met de onderwereld? Die car dealer, ja, er zijn een paar car dealers in de stad. Hoeveel? 1, 2, 3. 3 dus. 3 dus. Oké. Wat was de naam eigenlijk? AT Automotive, man. AT Automotive. Unieke naam. Heet jij toevallig, hoe is je? Dennis Beerder. Adrian T. Heet je Adrian? Nee. Oh, Pietje. Maar waar komt AT vandaan? AT. Ik weet niet, man. Arrestatiebevel? Of hoe heet dat? Arrestatieteam. Ik heb het ooit gekocht en toen heb ik er uiteindelijk mijn winst uitgehaald. Maar bestaat AT Automotive nog of is die dus failliet nu? Ja, half. Ze doen niet echt iets meer. De eigenaren die er nu zitten. Oké. Dus het grote geld zit in car dealer. Oké. Ja, dat zat. Hoeveel kostte de zaak om te kopen? De zaak kostte mij maar wel liefst 5 miljoen. Dit is geen 13 miljoen, maar eigenlijk 8 miljoen. Want die 5M, die komt uit je eigen zak. Wat de 5M? Precies. Maar waar komt die eerste 5M vandaan? Hoe kom je daar aan? Door te werken bij die car dealer, als verkoper. Maar je verdient niet zoveel als verkoper bij een car dealer, maat. Nu gaan we even serieus praten. Je kan de vogel voor de wijs houden, maar je kan geen 5 miljoen euro verdienen door als een simpele salesmedewerker te werken bij als een car dealer, ja? Dat gaat niet. Dat is onmogelijk, dat weet ik, dat weet jij. Nou, dat weet ik dan niet. Je hebt handschoenen aan, wat heb je gedaan? Daarmee eens. Kijk, als je de eigenaar bent, begrijp ik het. Dan hou je de grootste winsten gaan in je eigen zak. Maar ja, als je een werknemer bent, hoeveel zal de eigenaar er wel niet verdienen? Je verdient max 3000 euro per maand, maat. Dat is op jaarbasis misschien 20.000 euro of zo. Nou, dan 20.000 euro. Nou, hoeveel jaar moet je dan verwerken, jongens? Even snelle berekening, een tonnetje voor 5 jaar. Dus jij wil mij zeggen dat jij binnen misschien, laten we zeggen, 500 jaar 5 miljoen hebt gemaakt? Ja, dat klopt. Laten we even tot zaken komen. welke zaken? Wat heb je te bieden voor ons? Wij willen geld verdienen. Ja. Oei. Ik heb wel een leuk spel. Ik weet niet of je ervan houdt. Kop of munt? Oh, mijn god. Ja, ik hou wel van een gokje wagen. Precies. Aan welk bedrag denk je? Ja, doe een paar keer een opwarmen, zeg maar. Dan kun je hem even erin komen. Even een opwarmer. Zullen we even voor 50.000 euro spelen? Ja, ik weet niet of jij 50.000 euro op je rekening hebt. Zeker wel. Maak je geen zorgen om geld. Ik heb 120.000 euro. Kan ik toevallig mijn rekening aan je laten zien? Dan weet je dat. Dat kan niet zo makkelijk in deze stad. Dat is jouw lopende rekening. Dat is niet zeg maar die spaarrekening. Luister, ik heb wat geld, hij heeft wat geld. We hebben allemaal wat geld, 50.000 euro. Dat is niks. Dat is echt letterlijk opwarmetje voor ons. Snap je? Opwarmetje. Oké. Ik ga de duw aan. We kunnen gewoon zeg maar met de medespelen als nodig is. Dan moeten we even staan. Een seconde. We gaan even beginnen met 50k. Hoe het werkt is, jij zegt kop of munt, hè? En dan vraag ik aan mijn telefoon wat het wordt, ja? Dus jij mag beginnen. En hoe kom ik daar? Hoe kom ik te weten wat het is? Laten we horen. Dat ga je horen. Je hoort toch die telefoon? Ik zeg gewoon kop of munt. Ik kies voor kop. Je kiest voor nogmaals? Kop. Oké, hier komt ie. Hey Siri, kop of munt? Munt. Ik zeg het nou niet tegelijk. Hoorde je dat? Nee, ik hoorde het niet. Hey, kom op, dat hoorde je wel, maat. Ik zeg het, je hing een beetje van. Hier is hoe ik had munt. Bro, ik doe het nog een keer voor je, ja? Ja. 3, 2, 1. Hey Siri, kop of munt? Deze keer is het munt. Dit is een oplichting. Nee! Hey! Wacht, ga je? Hey, blijf hier! Je kan die kant op! Stop, hand omhoog! Hand omhoog. 50.000 euro'tjes. Moet inleveren. Hey, je hebt een mes op je! Je kan niet bewegen, je mag niet bewegen. Wow. Heb je me gehoord? Ik heb je gehoord. Blijf staan, loop een beetje meer die kant op. Blijf staan en kijk mij aan. Ik wil mijn 50.000 euro, vriend. Bro, wel eerlijk spelen, maat. Jij bent een weddenschap aangegaan en deze moet je accepteren. 50.000 euro's, nu! Pak je telefoon aan, nu. Precies, zal ik jou even mijn rekeningnummer sturen? Ja, weet je wat? Hou jij maar. Geef mij dat mes niet anders. Ik hou hem wel onder het mes. Dan wisselen jullie de rekeningnummers uit. Dat is wel het gaaf. Weet jij hoe die geld kan overmaken? Jullie moeten even nummers uitdelen. Dan kan je het gewoon rustig geld overmaken. Oké, top. Ja,
Hé, hey, maar bro, luister, je bent minimaal verplicht om 3 keer te spelen, bro, dus ja, dat trouwens ook. Bro, dat staat in de voorwaarden. Bro, luister, voorwaard. We kunnen je gewoon echt doodmaken voor dit, hè. Mes blijft in mijn hand, ik zag, pak mijn telefoon even. Ik zie geen mes in mijn hand. Ik ga je steken. Ik ga hem steken, denk ik. Dus. Aan de kant. Ik ga hem steken. Aan de kant. Nee. Hand omhoog, blijf stilstaan dan. Hand omhoog, blijf stilstaan. Zie je wat die man doet? Ander, blijf stilstaan. Ik ga je steken. Bro, zie je wat die man doet? Die man komt nu weg, hè? Ik ga... Ivan, ga weg. Ik ga hem steken. Nee. Bro, stilstaan. Ik heb je gestoken. Luister naar mij of je gaat de stad verlaten. 100k, 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 100k. Luister naar mij of je gaat de stad verlaten. Kom in de achter, kom in de achter. Boys. Gijzel hem. Bro, ik heb hem al gestoken. Ik kan niet meer. Luister, Pietje. Bro, wat is deze man aan het doen, broertje? Nee. Sta stil dan. Sta stil. Luister naar me. Sta stil, bro. Of ik steek je nog een keer. En boys, ga even afstand. Die nummers uitdelen. Ja, Ivan, hou afstand, want anders ga ik jou per ongeluk steken. Want ik ga hem echt doodsteken, bro. Ja, maar hij gaat nu niet meer wegrennen. Hij heeft alles unlocked, bro. Geef nu je fucking telefoonnummer, bro. Nu. Pak je telefoon. Heel snel. Pak je telefoon. Hoe moet dat? Pak je telefoon, bro. Doe niet dom. Oh, ik heb last van mijn rug, man. Hé, hey, bro, maak deze man dood, bro. Maak deze man dood. Ah, bro, je hebt niks bijzonders, bro. Laat me je gewoon steken. Lekker voor je, Dagoe. Je hebt niks bijzonders, bro. Het is klaar, gaat. Doe je ding weg. Oh, een zogenaamd staat daar ineens een motor. Oh, een zogenaamd staat daar een motor. Je hebt helemaal gesproken, maatje. Oh, je gaat niks zien, bro. Kan je die man niet, zeg maar, snijken als een man? Ik ga met die freerunner. Doe me na dan. Vaak ga freerunner. Wow. Dat je even jouw bank moet doen. Kom, we gaan gewoon als een gang lopen alsof er niks is gebeurd. Oh, wakker. Maar loop wel als gebeurd, hoor. Oh, hel nou, ambulance. Heb je iemand niet goed gestoken? Hé, hey, broeder, BMW. Vertel het eens. Mag ik alsjeblieft de lift? Nee. Mag ik met mijn vrienden een lift? Gewoon echt een car dealer, bro. Is geen stress. Een car dealer of zo, weet ik veel. Hé, hey, de ambulance is op zoek naar hem. Maar hij weet nu wel onze naam, hè, Bie? Ja, maar gaat Ambu hem revijven, denk je? Ja. Ja, dat is geen stress, bro. Hij is toch een kleine speler. Oh, ga terug. Ga terug, we hebben nog een job te klaren, denk ik. Nee. Hey, is dat een Mattie van je achter, die achter ons rijdt? Nee, man, ik weet niet wie dat is. Okay. We moeten denk ik even terug naar dat dak, man. Hé, wacht, stop hier. Maatje, ik heb een idee. Er is iemand op het dak, die wordt zo meteen omhoog geholpen door een ambulance. Maar ik besef me nu, ik heb hem niet doodgemaakt. Dus mijn idee is, als de ambulance hem omhoog helpt, ga ik hem direct weer doodmaken, snap je? En dan moeten we weer wegrijden, snap je? We gaan met vuisten. Maar je moet onze dingen zijn, zeg maar, onze getaway. Getaway, snap je? Wacht, ik ga kijken, ik zie het. Nee! En bro, luister. Als je dat goed doet... Krijg jij geld, ja? Banko doet het. Je weet niet wie ik ben, ik heb geld nodig, kerel. Oh ja, toch? Sorry, man. We gaan even praten zo, ja. Ben daar. Hey. Wacht, ik hoor ze zeggen hij is te redden, maar ik hoor ook politie. Nou, bel de politie maar. Niks. Ze gaan de politie bellen. Ik denk, ze gaan de politie bellen omdat hij heeft gezien dat hij is neergestoken. Dat hij steekwonden heeft. Hoe gaan we dit doen, mensen? Ze gaan politie bellen. Hey, die man zit in mijn chat. Hij zegt, hij gaat foto voor mij schrijven. Boys. Echt? Nee. Ze gaan politie bellen. Ik collega. Dus ja man. Dus vroeg af die auto's. Ja, het was echt super gezellig hier met de jongens. Ik mag hem helpen. Hey! Hey chef, hoe is het? Hey. Hier. Gewoon tekenkrantje. Gewoon aan het praten, man. Van mijn dak af, G. Wat? Hoezo? Van mijn dak. Hoezo G precies? Mijn dak. Jouw dak? Wat doe jullie hier? Hey maatje! Wat doe jij hier? Hey maatje, zei je nou dat dit jouw dak is? Man, het is mijn vriend hier onder. Bro, blaas is niet zo, bro. Nee, maar wacht even. Is dat toevallig je vriend die daar ligt? Blaas dat toch, G? Nee, man. Kom maar. Oh, hell no. Wat doe je om mijn god? Hij is niet meer te redden, man. Oh, ik zie dat hij dood is verklaard. Klopt dat? Blijkbaar. Oh, hij leeft dus niet meer. Nee. Zie je nou die kale man in die grijze pak? Hij heeft hem gestoken. Hey, G. Wie? Deze man. Bro, ten eerste, ik ben niet je G, bro. Stop met slaan. Oh, politie. We zijn even met ambulance aan het praten. Hey. Man, is dit even klaar, bro? Ga je billen wassen, voor. Hier, lekker voor je. Ga maar op de grond. Nee, nog meer 1000 euro. Niks geëet. Bro, rij. Ik moet naar het ziekenhuis. Jullie doen precies niks, man. Ik moet naar het ziekenhuis. Ik wil wel een rasje vragen, met spoed naar het ziekenhuis. Met spoed. Ik ben bijna dood.